welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een Instagram kerst make-up look maken. Als je niet begrijpt wat ik bedoel met het Instagram gedeelte, ik zal even een paar foto's in beeld plaatsen die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Dit zijn dus bepaalde looks die je normaal niet zou dragen echt op straat. Maar het is gewoon puur voor Instagram om gewoon je creativiteit te laten zien. En ik dacht, ik maak er ook een keer eentje hier op mijn kanaal, want dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb afgelopen jaar wel een aantal looks gemaakt, maar niet echt de Instagram-achtige looks op mijn kanaal. Dus ik dacht, het is wel leuk om zo'n look vandaag te maken hier op mijn kanaal. Ik heb al een normale look gemaakt. Ik plaats die even hier in beeld. Die video is al online, dus je kunt hem al bekijken. En daarin heb ik gewoon een normale, betaalbare kerst make-up look gemaakt, waarin ik alleen maar betaalbare make-up heb gebruikt. Ik zag op Instagram bij een meisje een hele leuke kerstlook. Ook echt voor Instagram. Die heeft ze afgelopen jaar gemaakt. Dit is de look en haar Instagram. Ik vond de look echt super leuk. En ik dacht, zoiets wil ik ook gaan maken. Dus volg haar vooral ook op Instagram, want ze maakt echt prachtige looks. Dus ben je benieuwd? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Op zich, als je de look zo bekijkt, als je gewoon dit allemaal hier weghaalt, wat ze heeft op haar gezicht, dan is het op zich een gewone heftige make-up look die je gewoon zou kunnen dragen. Dus in principe maak ik een look die je zou kunnen dragen. Alleen, ja, ik ga ook zo dit zo doen op mijn gezicht. Ik weet niet echt hoe ik het kan noemen, dit blows effect of wat het ook is. Als je gewoon de look maakt zonder dat effect, is het gewoon een look die je gewoon kunt dragen. Dus het is een beetje en-en. Ik heb nog niks op mijn gezicht, alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga beginnen met de ogen. Ik gebruik als paletje mijn Juvia's Place de Festival palet. Dit is een heel mooi paletje met lekker heftige kleuren. En ik ga vooral de rode kleuren gebruiken en deze prachtige, wittige, glanzende kleur. Echt heel erg mooi. Ik heb dit paletje volgens mij nog nooit gebruikt, of wel? Hij ziet eruit alsof ik hem nog nooit heb gebruikt, but I'm not sure. Ik maak al mijn make-up looks vaak alleen maar voor Instagram. Dus als je veel looks wilt zien, volg mij daar. Maar volgens mij heb ik dit paletje nog nooit gebruikt, but I'm not sure. Ik ga hem in ieder geval vandaag gebruiken. Juvia's Place is te koop bij Smuk Cosmetics. Link staat in de beschrijving. We gaan even inzoomen. Ik ga beginnen met primen en hiervoor gebruik ik mijn P. Louise Base in de kleur 01. Ik begin met de lichte roze kleur. Dit is een beetje een zalmkleur. En die heet Manmu. Als ik het goed uitspreek. Dit zijn een beetje aparte namen. En dan met mijn grootste fluffy kwast breng ik die aan in mijn hele arcadeboog. En lekker hoog. Dan ga ik in met de meer felle oranje kleur. Die heet Ovala. En ook die breng ik nog gewoon aan met mijn grote fluffy kwast. En ik blijf weer in de arcadeboog. En dan ga ik in met de rode matte kleur, die heet Izava. Met een platte fluffy kwast breng ik die hier aan in de buitenste ooghoek. En dan blend ik het in, ook in mijn arcadeboog. Dan met mijn grote fluffy kwast, waar ik niks meer op heb gedaan, blend ik het uit met de rest van de kleuren. Nu pak ik mijn Revolution Cut Crease product en hiermee ga ik een halve cut crease maken. Nou, ik heb de cut crease heel hoog en best wel heftig gemaakt. Je hoeft het niet zo heftig te maken. Je kunt het ook gewoon een beetje laag houden. Maar ik wil het vandaag heel heftig hebben. Dan ga ik in met de witte glanzende kleur. Die heet Uli. Die kleur ga ik aanbrengen met deze platte kwast. En ik maak hem nat met MAC Fix Plus. En die kleur breng ik dan aan over de hele cut crease. En dan een trucje om de cut crease mooi strak te maken en ervoor te zorgen dat de witte oogschaduw echt in de cut crease blijft. Want vaak wil die gaan verschuiven, want het is een poeder en die verschuift gewoon. En dan gaat die uit de cut crease, maar dat wil ik niet hebben, dus daar heb ik een handig trucje voor. Ik pak mijn W7 Metal Flash Eyeliner. Dit is in de kleur, even kijken, Iridescent. Dit is een beetje een witte kleur. En die breng ik dan aan op de rand van de cut crease. En dit gaat ervoor zorgen dat er een soort van muur zit, waardoor de oogschaduw niet gaat verschuiven. En hij maakt het mooi strak. En ik breng maar een heel klein beetje aan. Dan pak ik weer een beetje van die rood, Izava. En die blend ik dan hier bij de randen in met de witte glanzende oogschaduw. Als mascara gebruik ik mijn Too Faced Better Than Sex mascara. Dan pak ik even een make-up wipe, want ik wil niet dat het zo mooi smoky is. Ik wil zo'n harde, strakke lijn hebben, want dat vind ik wel leuk voor de look van vandaag. Dus dan ga ik die zo creëren. En dan haal ik gelijk ook het beetje fallout dat ik heb op mijn gezicht. Haal ik er zo gelijk mee vanaf.
Als nep wimpers gebruik ik mijn babydoll wimpers. Die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij je terug. Oké, ik ga nu even snel beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Catrice Primer Fine Primer. En dan ga ik in met mijn Fenty Beauty Foundation in de kleur 240. Beetje schudden. En ik breng het aan met mijn Beauty Blender. Als concealer gebruik ik dan ook mijn Fenty Beauty Concealer in de kleur 210. En dan als losse poeder gebruik ik mijn Jeffree Star poeder in de kleur beige. Ik vind de poeder by the way heel fijn, alleen de kleur is misschien toch iets te donker voor mijn smaak. Ik denk dat als ik hem weer zou halen, zou ik gaan voor translucent ofzo. Nu ga ik mijn gezicht en mijn neus contouren met mijn Ethos contourpoeder in de kleur light medium. En dan pak ik mijn Benefit Velvet poeder in de kleur 2. Is gewoon een pressed poeder. Ga ik weer in met mijn spons. En die breng ik nog extra aan onder mijn ogen. Voor iets meer dekking, iets meer verlichting en iets meer smoothness. Dan even een beetje MAC Fix Plus om een beetje het poedereffect weg te krijgen. Oké, dan maak ik even snel mijn ogen af. Ik doe een nude oogpotloodje in mijn waterlijn. Dit is de Rimmel London Scandal Eyes oogpotlood in de kleur 5 Nude. Dit is echt een super goed oogpotloodje. Dan pak ik weer deze matte rode kleur en die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Juvia's Place oogschaduwpalet, echt altijd top. Ik vind het alleen jammer dat ze nooit een spiegeltje hebben. Dit breng ik gewoon zo aan op mijn hele onderste wimperrand. Maar ik ga niet helemaal tot aan binnen. Ik ga tot ongeveer zo de helft. Iets over de helft. En dan ga ik die kleur ook nog een beetje blenden met de lichte roze-achtige kleur. En daarmee ga ik er gewoon zo een beetje onder om het een beetje uit te blenden. Iets meer smoky te maken. En als laatste wat mascara op de onderste wimpers. Wat ik dan ook nog wil doen is ik pak weer mijn W7 glitter. En die ga ik nog een beetje aanbrengen, zo hier, waar ik dus geen rood heb gedaan hieronder. In mijn binnenste ooghoek. En daar breng ik nog een beetje van die glitter aan. En gewoon een heel klein beetje. Ik ga mijn gezicht bronzen met mijn Too Faced Chocolate Soleil bronzer. Dit is de kleine variant. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour, nummer 3. En dan als highlighter gebruik ik mijn Essence The Highlighter. Zo heet die gewoon in de kleur 10 Heroic. 10, 10, 10. Het is gewoon nummer 10. Zo, en dan als je gewoon nou een lipkleurtje opdoet, heb je in principe een normale look. Het is wel een hele heftige make-up look, maar je zou het eventueel kunnen dragen. Het is echt dat wat ik hier ga doen, was het echt Instagram-achtig gemaakt. En ik ga ervan uit dat je dat niet echt zou kunnen dragen. Behalve als je naar echt een hele extravagante feest gaat, dan misschien wel. Dan pak ik weer mijn oogschaduwpaletje. En dan pak ik die rode kleur weer. Die heette dus Isava. Hele mooie rode mat kleur. Ik ga even een andere kwast pakken die ik niet gebruik. Ik heb hier van Elf Cosmetics hun blush brush. Ik pak even een kwast die ik niet gebruik. Want ik wil niet met mijn blush kwast die ik altijd gebruik in die kleur gaan. Want dan is die helemaal vers en dan moet ik hem weer wassen en daar heb ik geen zin in. Dus ik pak gewoon met die een beetje van die rode kleur. En dit ga ik dan aanbrengen op mijn gezicht. Een beetje op mijn neus. Het is een beetje een soort van alsof je bloost effect. En ik ga heel rustig aan, want je kunt beter iets te weinig hebben dan iets te veel. Want te veel gaat er niet meer vanaf. Dit voelt zo raar om te doen. Het is gewoon alsof ik mijn hele make-up nou verpest. Zo, ik denk dat het zo wel ongeveer genoeg is. Het is nou alsof ik extreem ben verbrand of extreem bloos. Dan pak ik mijn witte NYX eyeliner. Dat is gewoon een liquid eyeliner. En dan ga ik de sneeuwvlokjes tekenen. Ik ga heel even mijn spiegel een beetje naar voren brengen. Want ik moet het wel even goed kunnen zien. En ik doe het gewoon echt heel willekeurig. Nou, één vlokje is al gelukt. Het is echt moeilijker dan dat je denkt. Ik had het iets makkelijker verwacht of zo, want dit leek mij de een van de iets makkelijkere look. Maar het is toch wel een beetje veel secuur werk. Ik ga er denk ik 4 aanbrengen of zo.
ben aan het twijfelen of ik er ook nog eentje wil doen echt op mijn neus. Zal ik het doen of niet? Het is wel, by the way, echt een gedoe dit, jongens. Het is zo secuur werk. Ja, ik ga denk ik ook nog op mijn neus. Dat wordt het moeilijkste, want dat is geen platte oppervlakte. Zo, nou heb ik er 5 gemaakt. Nou wil ik ook nog een beetje gaan doen alsof het sneeuwt. Dus ik maak nog een paar soort van witte sproetjes. Nou mensen, I love it. Het is echt goed gelukt. Godzijdank, want het was me echt een partij werk. Ik ga nou mijn lippen doen. Ik ga ze omlijnen met mijn Max & More lippencil. Deze is rood. Dit is in de kleur 317. Dan ga ik mijn lippen inkleuren met mijn W7 Glitter Pop Matte Liquid Lipstick. Dit is een rode kleur. Dit is in de kleur Radioactive Red. En dit is dus een glanzende, glitterige kleur. Het is niet een glans, het is echt een glitter. Dus deze vind ik ideaal vol met de look. Kijk hoe mooi deze lipstick is. Zo glitterig. I like it. Dan nog een beetje fixing spray, zodat mijn make-up lang goed blijft zitten. Ook al ga ik dit niet oplaten, maar toch. Ik gebruik mijn Max & More Long Lasting Fixing Spray. En dan is de Instagram kerst make-up look helemaal klaar. Even een beetje opdrogen. Nou mensen, dit is dan de look. Hopelijk vinden jullie het leuk. Hopelijk vond je de video ook leuk. Ik heb echt mijn best gedaan weer om het zo goed mogelijk te maken, like always. Dit witte was me echt een karweitje. Ik heb er echt een kwartiertje over gedaan of zo om het zo goed te maken. Dus het is wel een beetje een gedoe, maar ik vond het heel erg leuk. Ik vind het ook echt super cute. Het is echt zo alsof ik nou kerst bloos of zo. Nou, laat me weten wat je vond van de look en van de hele video. Als je nog meer video-ideeën hebt, let me know beneden in de comments. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen snel weer terug te zien. Snel weer terug te zien. Ja, dat klopt. Bij de volgende video. Doeg!